Een brandgang in het Eindhovense stadsdeel Strijp is vanmiddag een babylijkje gevonden. Volgens buurtbewoners werd het lichaampje in een plastic tas gevonden. Een voorbijganger vond rond 3 uur in deze brandgang een tas met daarin het lichaam van het kindje. De politie kan nog niet vertellen over de leeftijd van het kind of over de doodsoorzaak. Ook willen ze niet vertellen of het om een jongen of een meisje gaat. De lugubere vondst schokt de buurt. Zoiets verwacht je niet. Nee, ik vind het erg heftig. Had ik nooit gedacht dat er zoiets hier zou kunnen gebeuren. Ik schrok me eigen dood. Ik denk, hoe kan dat nou? Het was niet te geloven. Ik zeg al, hier in de buurt is het altijd rustig en zo. En in een keer zo'n paniek. En ik heb er geen woorden voor. Ook voor de rechercheurs die onderzoek doen naar de vondst van het babylijkje is het een zware klus. Ja, natuurlijk is het ook voor collega's schrik als ze zoiets aantreffen. Op dit moment wordt er gewoon professioneel gewerkt natuurlijk. Alleen ja, dat zoiets indruk maakt, dat is duidelijk. De recherche heeft de brandgang afgezet voor onderzoek. En onze verslaggever Tom van Doetelaar is daar nu ook. Ik heb hem aan de lijn. Ja, Tom, weet je al hoe dat babylijkje is gevonden? Het babylijkje is gevonden, Cindy, door een bewoner van de Klundertstraat. Je moet je voorstellen, die brandgang ligt tussen twee huizenblokken in. In het midden van die brandgang, daar heeft een bewoner het babylijkje gevonden. Dat zou zitten in een plastic Albert Heijn tas. Bij die bewoner is de politie op dit moment nog in het huis ook onderzoek aan het doen. Dus dat huis maakt ook onderdeel uit van het politieonderzoek. Ja, ze zijn er dus nog wel even mee bezig, schat ik zo in. Of weet jij misschien of ze daar al snel mee klaar zijn? Nou, dat is lastig om te zeggen. Op dit moment is het onderzoek hier in de straat nog in volle gang. Alles is nog afgezet met politielinten. En de politie is druk bezig geweest met speurhonden, met de welbekende mannen in de witte pakken. Nou, die zijn inmiddels weg, maar de politie is wel nog steeds bezig met onderzoek hier in de buurt. En het algemene buurtonderzoek lijkt zich steeds meer toe te spitsen op dat ene huis van die buurtbewoner, die ook heeft aangegeven dat hij die lugubere vondst, dat babylijkje, in die plastic tas heeft gedaan. Tom van Doetelaar vanuit Eindhoven, dankjewel voor je toelichting en meer over uiteraard op onze site.